Oké, daar zijn we weer. Zwembad bouwen. Samen met Holocaust Tycoon nummer 3. We hebben het laatste serie, het laatste videootje hebben we deze gemaakt. Het is daar tering druk nu. Oh, mag ik die zeggen trouwens? Maar we hebben ook laatst die gemaakt. En deze, dit is ook wel redelijk attractief nu. Ja, hier zit ook al mensen ziek, top. Dit is zo'n zo gemaakte. Kijk, dit gaat niet helemaal goed. Zie je dat, hè? Dan gaan we verder aan deze kant. Want we willen hier beginnen met die H2O-banen. Maar we kunnen ook zeggen, we maken hier er ook een soort wedstrijd dat nog van. Een hele grote. Dat was al eerst mijn intentie. Dan zullen we die dan 4 maken, of 5, of 6. Maar hoeveel banen hebben ze er al in wedstrijd gedaan? 8. Dat is 10. Dan doen we de 10. Een wedstrijd, toch? Ik heb eigenlijk geen idee. Hoeveel, als je een wedstrijdbaan hebt, hoeveel heb je dan? Hoeveel startplekken heb je? Ik dacht altijd maar 8. Hoe is dat verschillend? Maar als mensen dat weten, laat even een commentje achter onder deze video. Dat vind ik wel even interessant om dat eens te weten. Maak hier natuurlijk weer de banen weer recht aan elkaar vast. Zo. Zo. En maak hier ook weer 3. En eerst dan, zodra je ook maar één badje neer heb gelegd heb, zit er alweer een kribbe te flikken er alweer in. Nee, dat mag je ook niet zeggen. Je moet er gewoon uitblijven. En dan kunnen we ook daarna vervolgens weer hier uitbreiding maken. Dan zouden we hier ook even zo het bad kunnen maken voor die H2O glijbanen. Ik weet niet hoeveel ik daarvan ga maken. Misschien dat ik daar maar 2 van maak. Of misschien ook wel 3 of 4. Weet ik nog niet helemaal zeker. We hebben hier dus nu wel weer een nieuw zwembad. Nou gaan we dit wel een beetje op een proper manier even aankleden. Hier komt wel een badmeester. Ja, doen we niet. Doen we het even. We dringen anders. Sowieso komt hier een verrotte hoge toren. Want hier doen ze ook dat synchroom duiken. 2 zwembaden. Of 2 springplanken. Kijk, ik heb deze dus nu nog 1, 2. 1, 2. Dus ik heb dus 9 waters blijkbaar. Dan is het denk ik dus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hij is 10, maar dit past er dan wel niet in. 1. Ik zou hem zo moeten maken misschien. 3, 6 plus 1 is 7. Ja, dan komt hij zo uit. Dat vind ik een beetje jammer. Dit komt daar niet. Dit zijn dus. Nee, kijk, let op. Ik ben helemaal snapt nu. Dus we denken, wat ben je nou nog raar aan het brabbelen? Let op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, uiteindelijk eentje te veel over. En als we die dan gewoon dichtmaken zo. Dan hebben we gewoon nu. Wat is het trouwens voor rare iets? Vet trouw zitten. Hier zou je ook. Kijk, hier zou je ook eventueel zo'n skinner kunnen maken. Zie je dat, hè? Oh, interessant. Dat gaan we eens in de gaten houden. Nou, dan is hij goed. Hè? Nou is hij dus 1, 2, 3. Duikplank. 1, 2, 3. Ja? Ja, in principe is hij. Ja, 3. Dus heb je dus nu plek voor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 startplekken. 7 startplekken. Oh. Wedstrijd. Oké. Nu gaan we. Ik wil dit niet. Dit gaan we eventjes kijken. Wat heb ik hier dan nog voor in de aanbieding? Ik heb dan nog die trappetjes. Die kunnen we wel inbouwen. Vind ik wel handig. Trappetjes erin. Ik zeg dat we eventueel deze indoor gaan maken. En hier doen we wat verlichting in. Dit wordt eigenlijk een wedstrijdbad, dus ik vind dat ook wel een wedstrijdbad. Dan mag je ook wel wat luxe maken. Ja? Dus hier doen we even verlichting in. We gaan deze video gaan we een beetje
een beetje voorbereidende wedstrijden doen voor nieuwe achtbanen. En daar gaan we volgende week weer mee verder. Dan gaan we beginnen met die H2O dingen. Vooral met die trechter glijbanen en zo. Dit wordt gewoon een groot bad. Doen we aan de zijkant doen we verlichting. Hier doen we dan geen verlichting. Ja. Die dingen wel erg veel lawaai maken, moet ik zeggen, die glijbanen. Die maken echt veel lawaai. Hoe sta ik met mijn aquablast eigenlijk, jongens? Gaat dat een beetje goed? Dat. Zullen we dan hier even wat van die prachtige, mooie... wat is het eigenlijk? Bubbelbanen maken? Jacuzzi's worden ze genoemd. Jacuzzi, whatever. Zo. Dit is zo'n jacuzzi. Jacuzzi. Het is ook niet goed, zie je dat? Het is ook weer één tekort. Net weer één tekort. Maar jammer dan, het is niet erg. Dan kunnen we ook zeggen, dan doen we dan ook een douche bij. Je kunt ook een douche bij. Dus na de jacuzzi kunnen ze gelijk even onder de douche staan. Hey Marloes, mag ik met je onder de douche? Hey, ja, hey, ja, ho. Oh, oké, okay, ik ga een keer in de zingen. Ook niet goed. Ik weet niet trouwens hoe die man het voor elkaar gekregen heeft, maar goed. Oh, is niet goed. Ik hoor ook wat rustplekken tussen. Ik heb trouwens nog even gekeken bij de workshop of ik nog iets van een weiland kon krijgen voor dit. Gewoon een grasweiland. Waar mensen gewoon konden zonnebaren. Maar dat blijkbaar is dat niet. Je zat er wel, maar niet in de. Niet bij de workshop. Oké, dan zitten we weer klaar. Dan kunnen we ons gaan focussen. Even kijken hoor, want ik heb ook van deze lampjes als het goed is. En dat zijn deze lampjes. Even kijken hoor, want het overigens nog wel. La la la. Kijk, deze lampjes kun je voor mij ook gewoon. Nu. Hallo. Ik zat te denken naar onze, om het te gaan verlichten. Want we kunnen dat verlichten. Dat kunnen we eventueel wel doen. Maar het is gewoon heel simpel. Dan bouw je er gewoon een pad naast. En als je nou gewoon een simpel pad maakt. Deze beste spreker, die bouw je gewoon naast. Of niet, oh, geluid is weer uit trouwens. En dat moet denk ik dan zometeen wel weer uit als je weer gaat beginnen met weer een simpel die naast te bouwen. Dan moet je het allemaal weer weghalen. Op zich maakt het niet zoveel uit. Als je dit dan gewoon zo doet, hè? Je maakt het gewoon zo. Ja, het is een ideetje, hè? Niet dat je denkt van, wat ben je nog weer aan het doen? Nee, het is een ideetje. En dan maken we bij wijze van spreken gewoon hierna... maken we die verlichting. Kijk, die kan wel mooi hier zo. Wat? Dan maken we hier gewoon die verlichting. We olielampjes trouwens, dat is prima, toch? Of je maakt ze zo, of je maakt van die lompe lampen maken ervan. Kan natuurlijk ook. Je kunt lampen doen, nee, maar dan zijn ze heel lomp. Dit vind ik denk ik mooier staan, denk ik zo. Of zo fijn dat ik net... oneven gemaakt heb, want die zijn baden. Zo heel fijn is dat. Werkt prettiger, zou ik zeggen. Niet dus. Ga ik even kijken hoe het... Hou eens op met dit. Ga ik eens even kijken hoe dit er nou uitziet als ik even de lamp uitdoe. Hoe gaat dit er dan uitzien? Hoe doe ik dat dan? Ja, dan gaat het er zo uitzien. Ja, die verlichting is dan... Mijn ogen is de verlichting dan iets te zwak. Op zich, het heeft wel wat, vind ik hoor. Dit heeft wel wat. Dan zou je dus nu ervoor kunnen kiezen om dan straks, dan maken we hier dus weer een pad. Tot en met hier. En dan kunnen we dan hier op dit pad, kunnen we dan bijvoorbeeld beginnen met die trechter. Glijbanen.
En dan eventueel hier weer kunnen beginnen. Dan zitten we denk ik ook wel een beetje op ons tas, denk ik wel haast. Want dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 zwembaden liggen. Een lazy river hebben we liggen. Ja, dan komen we toch al een beetje, denk ik wel een beetje aan het einde van deze serie. Vind je dit trouwens een leuke serie? Dan zou ik zeggen van, ik niet even om te abonneren. En geef het even aan in de comment. En willen jullie graag meer van deze serie zien? Dus je zegt, nou Casper, volgende keer willen wij gewoon dat er een leuk pretparkje komt. En dan gaan we gewoon lekker verder met een pretparkje bouwen. Weet je wel? Dit is best wel een leuk idee, toch? Laat het even weten hieronder deze video. Maak even een leuk berichtje, commentje. En dan ga ik daar zeker even lezen. Kom er ook zeker even op terug. We kunnen ook zeggen, dan gaan we gewoon eens even kijken of we straks in de toekomst de comments even een beetje kunnen voorlezen. Of ik daar dan dingen, of ik jullie kan helpen, of tips en tricks, noem maar op. Dat kunnen we wel eens in de toekomst wel eens mee gaan beginnen. Wij gaan nu stoppen. Begin even om te abonneren. Even laat u wel blijven op de hoogte. Volgende week gaan we dus met die H2O-banen beginnen. En dan denk ik dat we die serie daarna, het filmpje hierna, of het is die video wat daarna komt, dan gaan we denk ik nog een keer alle zwembaden of alle glijbanen nog een keer doen. En dan houden we op met dit project. En dan gaan we misschien wel naar een nieuw project hier via Rollercoaster Tycoon nummer 2. Mensen, doe ons dikke dag. Bye.